Hey, wat ben je van plan te doen hierna, Enes, met deze commentaar? Ik probeer nog een beetje door te gaan met Legend of Zelda 2. Fuck me. Ik probeerde zo min mogelijk saves te gebruiken en toen besloot ik, fuck it, save states ahoy. Ja, ik heb het al gezegd. Je kan save states gebruiken als je wilt. Dat spel is brutal. Ik word er moe van. Ik werd er moe van om elke keer helemaal opnieuw te beginnen. Weet je wat de prachtige van daarvan was, zou tenminste? De stats werden niet verlaagd. Zo, ik heb nog steeds 5 HP versus 3 attack. Ja? Ik had van deze team, though. Dat is, ja, dat is zo. Different team, in a sense. Ik had van elke team in dit spel. Zo, Jess, wat als ik vertel dat je misschien de raket kan wegslaan, kapot slaan? Volgens mij is het mogelijk. Wat als ik je vertel dat ik guard kan blokkeren? Nee, dat klinkt tof. Dat klinkt fucking monopolies. Waarom zou je dingen blokkeren? Maar een paddenstoelwoestijn met een kasteel, waar heb ik dat eerder gezien? By the way, dit is de derde woestijnlevel. Oh, je weet, met al die fucking gevechten die de laatste tijd aan gaan, dus het is fucking normaal dat er zoveel woestijnen zijn. Ik bedoel, to be fair, is Trackables hier gewoon niet, like, 90% woestijn? Ja. Toriyama houdt heel erg veel van zijn fucking woestijnen en ravijnen en shit. En canyons en mountains. Wastelands in general. Ja. Maar to be honest, ik hou er ook van, maar holy shit, is het een goede fucking gevechtsveld? Het is altijd een goede gevechtsveld, ja. In ieder geval, zij vinden me wegen om hier naartoe te gaan. Ik ga naar het riool toe, want fuck it, why not? Dat is beter dan fucking woestijn. En hier komen vampieren tegen. Dan kunnen we in vleermuizen veranderen en dat is een beetje het. En je bloed zuigen. En blazen. En dus, hoe denk je dat vampieren komen aan hun bloed in de moderne tijd? De bloedbank. Ze kopen het op Amazon. Oké, fast. Ik ga dat fucking opzoeken nu. Like, ze kopen letterlijk like, legit van die glazen op Amazon, like, met bloed erin op Amazon. Zo, ik heb nu de Eulenspiegel professioneel smikverf. Oké, dat is één ding. Bloed. Die schuimsen een zure af fucking Duitsers. Natuurlijk heb ik Duitsers bloed. Nep. Oké, dat zo fucking band en vooral Netflix. I'm disappointed now. Ja, dus wist je dat like, vampieren bloed in een kop koffie of thee doen en het dan in een magnetron doen voor voor like 50 seconden? Waar is dit vandaan gekomen? Van dezelfde anime met die ene meisje die zegt yes, dying under the light of the sun, als het sound like such a bad thing. Nee, ik kreeg de KBKBH level 2, wat doet het nu? En het doet schade. Dat is een beetje, hè? Hij wordt groter. Cool. I'm Goku. Fear was worried there for a second. I'm Goku Spider. Nani. Nani. I'm looking for the Trackables, have you seen them? No. Emperor Pierre denkt dat hij een kans heeft, is dat niet grappig? I know, right? Holy shit. Dat ziet er fucking cool uit, de metal is shit. En zo de Red Ribbon Army. Like, what? The fuck is hij aan het doen? Dan nee, nog toen like Pilaf, like van de ene vijand is die altijd terugkwam. Hij is de grapvijand, ja. Kijk maar nog terug in like Battle of Gods en. Nou, dat ding doet veel schade, maar het is heel langzaam. Oké, I give up, take a Dragon Ball. I'm getting too old for this. Maar waarom heb ik niet deze fucking kans? Ik bedoel, kom op. Het is like, Goku heeft als kind zijn hele leven al vergald meerdere keren. Wat denkt hij dat hij kan doen? Zeg als een fucking kind die Super Saiyan kan worden wanneer iemand wilt. Ja, nou wat. Oh, opnieuw, nadat ze helemaal Super Saiyan zijn geworden, konden ze like, worden wanneer ze maar willen. Het kost alleen energie. Ja. Wat met Goku en Gohan, want die heeft Mastered Super Saiyan. Oké, Goku op dit punt, want Gohan stopt met trainen van tijd, of niet? Het maakt niet uit volgens mij, maar...
Behalve in Super, maar ze dat compleet vergeten. Het is like, wacht, Super Saiyan kost energie. Ja, het is like, zijn jullie vergeten dat Super Saiyan geen energie meer kost? Is iedereen dat vergeten? En fuck Super. Stil dat, dat fucking dat was volgens mij nog steeds de coolste ding aan like, de Cell Saga. Is like, hoe deze fucking twee karakters Super Saiyan hebben gemasterd voor een jaar, bijna een jaar lang. Ja. En dat is besloten dat, hey, weet je wat, het is genoeg training. Ik denk niet dat we nog sterker kunnen worden dan dit. Op naar Super Saiyan 2, Gohan. In ieder geval, ik ga even de rest even exploreren. Misschien is er wat. Er is wel een exhibition ding hier ergens, alleen ik wist niet waar het was, dus ik pak het later. Een beetje verstopt, I guess. Zo goed verstopt is het ook weer niet, to be honest. Ja, deze is wel een leuk level bloot. Het lijkt heel erg groot en zoveel wegen te gaan. Ja. Ja, Jesse, het is geen Castlevania, hè? Je hoeft niet elke fucking pixel te pakken in de kaart. Je kan wel door een muur slaan van de andere kant, maar niet hier. It's locked on from the other side. Maar het is een gebroken muur. No, it's locked from the other side. Dat is bullshit. No, it's logisch. It's fucking on slot van de andere kant. Ik kan steden opblazen. It is op slot. Het is niet eens op slot, het is gewoon een muur. Nu heb je de slot geopend, daar ga je. Dit is waar we communisme nodig hebben. Ik denk niet dat mijn communisme gaat helpen met deuren die van andere kant op slot zijn. De slotten worden lagere kwaliteit, tennis, zodat iedereen een slot heeft. ik kan me niet voorstellen dat communisme nog slots nodig hebben. Maar dan is er gewoon een bedder om de force gaan halen en de deur breken. Er zijn geen deuren. Deuren bestaan ook niet. Exactly, die deuren kosten te veel geld en arme mensen kunnen geen deuren hebben. Dus dat is het punt van deuren als ze toch alles deel, toch? Right? Exactly. Deel gewoon je vrouw op dit punt, jeez. Wat dacht je van Stated Forced Girlfriends? Dat is een slecht ding. Let's be real here. Ja, als we serieus gaan zijn, is het een slecht ding. Ja. Want het is niet eens het idee dat het like geenforced is door de fucking government. Het is meer het idee dat je krijgt hoogst dat misschien nog eens een meisje die je misschien niet leuk vindt. Like hoe ze eruit ziet en shit. Exactly. Zal ik je wel één ding vertellen? Government. Fucking hell, wat was dat woord? Government enforced girlfriends. Ja, daar gaan we enforced, ja. Government enforced horse. Ik maak geen fucking grap daarover. Je weet toch, oude mannen? Ennis, we hebben een tuxedo. Met dit pak kunnen we de hele wereld vernietigen. Ja, we zijn klaar. Dat is een disappointment. Waarom had fucking Dragon Ball Super geen like, tuxedo, man? Ja? Zo, weten dat, though. Je weet toch al die oude bejaarde mensen en shit, ja? Ja? Ja, dat zijn fucking like government-enforced hoeren voor deze mensen. Ik guess die mensen zijn net zo gemarteld als Kim Toki in de laatste aflevering. Ik weet niet precies waar dat over gaat, maar ik ben het mee eens. Ik weet zeker dat ze zitten kijken dat je gelet als je begrijpt wat ik bedoel. Is het de realisatie dat fucking dat de Madoog zwanger is geworden door hem? Nee, is toch erger. Na die scandal arc? Nee, is toch erger. Oh, thank god. Sorry kid, no one is allowed. Oh, I'll fuck you too. Dus ja, we kunnen deze draakbal hier nog niet halen, maar ik ben nu in de buurt. Dus ik ga gewoon rondkijken in deze stad anyway, because fuck you. So is het like de laatste like draakbal die we moeten halen? Ja, is de laatste draakbal. Hier leeft Village Chief, zoals je ziet uit de draakbal. Leave me alone! Hij is een fucking idioot. Hij is een scam. Wet has plagued our town for 7 years, not only monster. En ze hebben het over deze stadspersonen hebben het over monster. Nou, niet stad, maar deze dorpelingen hebben het over een monster ergens in de bergen. En we hebben toevallig deze ene farmer die werd vermoord door, like, this Reddit. Met een fucking trusty old shotgun. Nee, in ieder geval ik weet dat iemand werd gereept door wat goblins ergens. Oh, horrible! Volgens mij werd toch gecensureerd in de anime ook, like in de manga is het nog erger. It's plain old hentai. It's just straight up hentai.
Weet je, wanneer ik zoiets heb, like, op dat punt heb ik zoiets van, weet je, dat ik kan eens goed hinten kijken. Ik ben wel geïnteresseerd om te kijken, misschien kan ik toch... Oeh, wat is dit? Wat is dit voor airship? Oh, dat is een airship met een drakenbol erin. We gaan het reden. Oeh. Interessant. The fuck? En ze hebben hier cyborgs. Oh, half man, half machine, all deadly. Serieus? Shit. Hopelijk vindt me hier niet ergens 17 tussen zitten. Biomech, watch out for the killer claws. Oh no, the claw! Oh no. Not the claw! En hier hebben we de main team dat volgens mij aan het spelen, dan niet? Ja, yeah, nee, dit is Gohan's team. Maar dat is een beetje de main team voor dit spel. Nee, nee. Oh, cool, cool detail door met de cyborgs, dat ze daar een fucking schild creëren om te blokken. En je kan merken dat de achtergronden veel beter zijn dan in Legacy of Goku 1. Voor één ding, ze bewegen met je mee. Jesse, de fucking achtergronden waren fout, maar het zijn lekker foto's van de enemy. Goed punt. Hier met deze motherfuckers, fuck deze klotenzak. Hun kunnen wat meer schade nemen, wat het probleem met hun is, though, is dat ze in een balvorm gaan. En ze slaan gewoon helemaal in elkaar, terwijl je helemaal niks zelf terug kan doen tegen hun. Fucken. Klootzak. Ja, ze zijn nu de mooie level 100. We hebben nu flamecam bij mijn level 2. Zo. En dus hebben we nu flamecam bij mijn H2. Zo. Is het nu een blauwe vuur in plaats van is het rode vuur? We kunnen nu mensen nog harder verbranden. Oké, begin met deze bal. Ja, dat kan niet, want fuck deze gasten. Fuck die guy. Fuck you. Dit zijn de balvijanden van Star Wars. De droidica's, fucken. Droidica's. Ja, noem ze ook al de destroyers. Oh my god, look at that, destroyers. They only live to destroy. Volgens mij is dit de plek waar de baas is. Of niet? Shit, we verneuken gewoon alles op dit punt. Nou, we stormen deze airship, ik bedoel. Hey shit, hey Trunks, we kunnen vliegen, weet je nog? Vliegen? Waar je dat vandaan hebt. Dit is een game, vliegen zou het breken. Dus we vliegen niet. En alright. Cheat maar de Walcom Walls, cheat er maar bij. Dus wat denk je dat we zijn? Spider-Man? Oh mijn god, is dat Spider-Man 4? Oh mijn god, laat me denken aan dat ene fucking Spider-Man's. Like, ene fucking deel in Spider-Man 4. Waar je aan de fucking gebouw zit en, like... kijk gewoon binnen. Je ziet de art... ja, ik weet waar je het op hebt. Maar mijn favoriet is wanneer je naar de boot, naar een boot gaat... en je ziet dat de NPC's... dezelfde karaktermodellen hebben... als de PlayStation 1 NPC's op de boten daar. Mijn favoriet is wanneer hij van een reusachtig gebouw springt en dan landt in het water, maar hij rolt gewoon zo, like, zo makkelijk over het water heen. Nou, we zijn nu een beetje op de top van de dak, lekker... Ah, lekker fris, mooi lekker luchtje, toch? Lekker frisse lucht. Oh shit, oh. Hij gebruikte daarnet de claw. Oh nee, niet de claw. Alles boven de claw. Nou spelen we 1 of 2 Dalmatians to the Rescue. Poppies to the Rescue. Saiyans to the Rescue. Nee. Er is een save point hier. Wat zou het toch kunnen betekenen? Wat een zak. Ja, je zo, sorry. Ik heb een speed-up button en ik heb geen zin om te... Jesse, you fucking idiot. Master, I have updated. 5-star Dragon Ball. Great. 6 more to go and world domination will be ours. All thanks to flying Mega Fortress XJ5. Never before has there been a more impenetrable stronghold. Succeed where Pilaf and the Red Ribbon Army and many others have failed. Nope. Sup.
What impossible Bakana! He is just a kid! How did he enter this place? Dit is Airship Warlord. Wat zou het voor je discussen? Er is geen andere descriptie voor deze Warlord, hij is gewoon Warlord. Wat is jouw Super Saiyan vorm? Hello, White. Weet je, dit spel is inaccuraat met de serie zelf. Ja. Ze wachten niet tot je transformeert. Alright. Ik heb niks kunnen doen, boy. Wel, misschien moet je gaan transformeren, dat zou ik niet aanvoelen. You'll never skip this place alive, maar hoe deed je dat? 3 minutes left. Uh-oh. Insert Metroid team hier. There's not enough time to save. What do you mean? How do you know saving? Zo, betekent het dat, wanneer de Dragon Ball Z karakters aan het saven zijn, dat ze bedoel gewoon naar de wc gaan? Ja. Hey, ze moeten één dag naar de wc gaan. Dus waar komt de nieuwe seizoen van Tokyo Ghoul uit vandaag? Oh boy. We moeten wachten voor die shit boy. Zo. En volgens mij komt morgen de Syscon anime uit. De Syscon anime? Ja, de Eren Monke Sensei 2.0. Alright. Ik laat dat aan jou over. Ik weet het niet. Heb je er geen zin in? Well, I guess we'll never know. Ik hangt er vanaf wat ik ga zien of ga horen. Het is ook mogelijk dat ik ga kijken uit spijt. Alleen maar voor die mensen die zeggen van nee, kijk niet aan deze fucking degenerate shit ofzo. Dat is lijkt me, ik ben een degenerate shit. Ja, dat is zijn fucking favoriete. Het is jouw favoriete tag zo'n beetje, incest. Lolly incest, I see. Dus deze ben ik geen furry zoals de general. Tenminste. Dan weer, mensen weten dat toch niet, want X komt volgens mij hierna pas. En volgens mij is een van die dingen daarbij is niemand weet wat de fucking smaak is buiten Sigma, Double en de Found die Steven door Double. Ja. Maar ja, dus kom op, kunnen we gewoon niet de hoeveelheid mensen die het weten dubbelen? Jesse, je zegt dat, maar Double deed zijn werk. Hij verdubbelde ze allemaal. Ja, ik kan het zeggen. Om eerlijk te zijn, deze timer maakt helemaal niet uit. Je bent toch veel te sterk. Je bent al level 104. I don't know, was het spel niet ook de bedoeling dat je level 80 was of zo voor sommige gedeeltes? Waar je al zoveel fucking schade deed, En je moet level 100 zijn om door het village heen te gaan. Exactly, zo. Ja, ik ben veel te fucking sterk voor dit. Zijn Super Saiyan maakt ze sneller en je hebt ook nog zo'n fucking sneakers dat je nog sneller maken. Dus toch vanavond, Goten is gewoon een mini Goku in dit spel. Ja, letterlijk. Ik in alle vormen en maten. En zei Gohan was tenminste zichzelf, Goten was fucking fuck it, ik doe gewoon Goku opnieuw. Ja, ik ben gewoon een kleine Goku. En dan heb je fucking wat GT, waar hij dan meer begint te lijken op Gohan. En dan heb je een andere kleine Goku. Nee, maar je hebt genderbent Goku. Genderbent Goku, wie de fuck? Ja. Dat is niet genderbent Goku, dat is Sakura Goku. Sakura, nou. I get it. The fuck? What the fuck, een vlieg aan die baan? Ja, dit is een van mijn favoriete cutscenes, alleen omdat ze gewoon in de midden in de volle lucht staat wassen. Ruzie maken over de drakenrader. Nou, look at what you did. I didn't do anything, it was your fault. Hey, get back here. In here, another dive village. It looks okay, at least you didn't break it. Look, it's getting a signal. Oh yeah, the Dragon Ball must be in the town up ahead. Maar je bent al in this town. Dit is een van de... Nee, je begint hier te spelen als Trunks, maar voor een van de reden moet je zijn voor Goten. Ja, maar je kunt dat komt door een baas later. Zo, hoe gaan we hier doorheen, Jesse? Wauw.
water voor de priest. Look, Goten, the priest is wearing the dragon ball on his neck. It's like I've seen him before. Where did you come from? The sky? Fuck, what the fuck are you like fucking with me, mate? Spirit is cursed! Cursed, I tell you! Can I have your necklace, please? Yeah, right, I said I'm going to give you my necklace. What a joke. Maybe I'd give you if you beat the monster. Ha 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 ha. Okay. Oh yeah. Did he really just say you could beat the monster? Yeah. Okay, I believe you. Ah, here it is, an awesome team weer. So... Man, they have a sterker gesproken. Huh? Tegen een bepaald Super Saiyan bevocht in Legacy of Goku 2. Nee. Maar zijn daar een baasgevecht wel of niet? Niet in Legacy of Goku 2. Niet in Legacy of Goku 2. We hebben tegen hem gevochten in Burst Limit. We hebben het gevochten in Burst Limit, we hebben gevochten in... wat is dat weer? Fucking... Attack of the Saiyans. Ik ben compleet dat vergeten, ja. Daar zit het lijkt. Dat was het beginning sinds. Maar niet in Legacy of Goku 2, maar we gaan hem wel hier bevechten en... Het is een beetje de plot van de movie. Of niet? Ja. Waar is... Die gast is ook in de film. Ja, maar waar is Fidel? Waar is Gohan? Nou, Fidel is op de kamers. Look at Gohan is fucking dead. I can't believe Gohan is fucking dead. En de fucking ninja's dragen kerel die onder de radar gaat. Ja, de meeste ninja's zijn hardcore. Oké, laat ze met rust. Dus er zijn twee wegen om naar de baas toe te gaan. Ik laat ze natuurlijk allebei zien. Ik zou meer verwachten dat deze soort of movie baas meer als een superbaas zouden houden. Ah, en het is geen ninja, dit is een shinobi, compleet anders. Nou, dat gaat toch. Ah, zombies. Oh nee, ghouls. Ah, zie je, Tokyo Ghoul komt vandaag uit en we vechten tegen ghouls. Het all makes sense. Nou, maar deze ghouls zijn lame. Ze hebben niet alleen een fucking rare vleesding dat er een keer eruit voor zijn komt. Ja. Ik ben als ik denk dat maar hebben we wat ergers dan ghouls? Mohawks! I am shocked! Wow, I am shocked! Ik dacht best dat ik dat had opgeslagen op de telefoon, want dat is een fucking geweldig type. Dus dat is de camera level 2, het schiet mensen verder terug. Liefdie. Ik vind een ghost zijn wel schattig, though. No way. Maar ze zijn niet zo schattig als BoZ, though. By the way, over die ene anime met Toma. Mm-hmm. Met die ene persoon die zo awesome is. Ja. Yeah. Ik weet toch dat like twee anime's heeft, toch? Like Railgun en Index. Mm-hmm. Blijkbaar is Railgun like een side story met Misaka Mikoto. En de andere is het verhaal. De ene verhaal gaat over wat er buiten gebeurt met de Magic met de Mage Society. En de andere gaat meer wat er binnen gebeurt in de Academy City. Wat ik begrijp. Zo, waar gaat het een over en waar gaat de ander over nou? Wie, en over wie is het precies? Like, Index gaat over Toma die de Index beschermt en die zo'n beetje tegen vijanden vecht buiten de academie. I see. En Railgun gaat over Misaka Mikoto die vecht tegen de mensen in de academie. Aha. En die dus conspiracy, het is een conspiracy, I tell you. Zo, worden deze twee karakters ook bij elkaar verbonden? Lijkt me, ontmoeten ze elkaar vaak of? Ja, ze ontmoeten elkaar soms wel. Mikasa probeert hem te verslaan, maar hij heeft de ability om alle abilities te negeren. Het is like, oh shit. Is er ook een cheating? Is er ook een romance daar tussen aan het gaan of? Ik zou zeggen van wel, want alleen Misaka. Misaka is een beetje een tsundere, okay. In die relatie. Was dat ook niet de anime waarbij we de Squid Girl hadden ofzo? De wat? Squid Girl. Nee, dat was mijn andere show. Oké, okay. Wat was dat fucking Squid Girl van? Was Squid Girl niet zijn eigen anime? Nee, niet. Whatever dan, maar ja. Yeah. Echt, wat ik weet is dat Toma voor gender equality is. En jij kijkt natuurlijk in de volgorde, toch? Dat was aangeraden en shit. Ik kijk allebei tegelijk. Dus je kijkt één aflevering dat er volgt aan en naar de andere aflevering en shit. Zo'n beetje. En dan... Tenzij de ene in een arc zit, dan kijk ik die arc voor eerst. En dat maar, denk ik wat, twee seizoenen zo'n beetje?
Beide hadden twee seizoenen. Beide hadden twee seizoenen. De ene heeft ook een film. En heeft nu een seizoen 3 dat deze seizoen uitkomt. Was Railgun, toch? De andere... Nee, Index krijgt een seizoen 3 dit seizoen. Maar Railgun krijgt ook een seizoen 3 later. Ah. Weet je, dat is na 8 jaar dat ze geen seizoen 3 hebben gekregen. Dus dat is zo grappig. Ik denk dat het fucking hopeloos is. Maar fuck, we hebben de seizoen 3 voor een show. Ja. Voor een keertje. Het is meer waardig dan Overlord tenminste. Ja? Dat is like, ah, we geven hem gelijk 2 seizoenen in 1 jaar. Ze zijn allemaal shit. Of tenminste, ze zijn allemaal shit geanimeerd. Zo ja, je vindt deze seizoen gewoon like beter. Deze veel beter dan fucking Overlord. Like, ik vind vele dingen beter dan Overlord om eerlijk te zijn. Is het deze debat of wel? Nee. Voor mij, het gaat meer... Like, met het verhaal heb ik wat problemen, maar het is niet zo erg als de visuals. De visuals zijn het ergste gedeelte eraan, in mijn mening. Gewoon in de media 2 jaar krijg ik een wonder waarom de shit gebeurt. En ik verdien het niet echt met dat shit. Nee. En dan wil ik zeggen, gewoon steeds, weet je, er zijn betere dingen. Dat de seizoen 2 verdiende. No game, no life! Maar dat is buiten het punt. Nou, dus weet je wat, though? Het is voor fucking beter dan like Sword Art Online. Want weet je wat het is? Like, de hoofdkracht is een slechter van plaats van een goede Rick. Maar hij heeft hetzelfde probleem, om eerlijk te en zijn. En hij is like, weet je wat dat ook nog beter maakt dan Sword Art Online? Is ook nog dat, like, weet je wat, hij heeft geen fucking harem. Hij heeft een harem, oh, hij heeft geen harem, waar heb je het fucking over? Hij heeft meer een harem dan Kirito. Kirito heeft al iemand gekozen. Oh, wat? De rest zijn gewoon tots. Dat is fucking onzin waar je het over hebt. Hij heeft geen harem. Stupid. Ja? In ieder geval hebben we de Cursed One. Compleet anders dan de mummies. Ze zijn blauw. De Cursed One curse je spelkaart, zodat je dezelfde soort spelkaart niet nog een keer kan gebruiken. Maar weet je nog die ene gast die like, bij die negatieve tank was en die niet oplette omdat hij daar de hele tijd muziek aan het luisteren was? Daardoor explodeerde het. Dankzij hem lopen de dooien nu rond. Dus dat is waarom we nu tegen ze vechten hier. Let's see. Vind ik wel leuk gedaan. Ik vind dat wel leuk gedaan dat ze dat bij de pot hebben gedaan. Hé, hey, vinden we een exhibit? Dat lijkt wel even. Cool. Ik probeer niet eens die regen het lekker ruim te houden. Het is like... Het is gewoon daar. Ah, het is like, je kan die grijze balk zien. Alright. Ja, dus die vampieren kunnen je bloed zuigen, wat heeft het altijd gemaakt? Zo weinig fucking schade. Wat is de zorgen die je daarmee hebt? Dat is het geluid van iemand die gewoon allemaal kaarten op de grond gooit. Are you a spot of destiny? Pot of destiny? Pot of destiny? Nee, wat is fucking potsnaam? Pot of Greed. Nee, niet Pot of Greed. Dat ene kaart waarbij je 10 like, kaarten banished. Nou, dat weet ik niet. Dat is een beetje wat er gebeurt wanneer je dat doet. Je banished 10 kaarten uit je deck. Ja? Alleen maar voor 2 kaarten. Of je hebt Hands of Destruction. Beide spelers moeten al hun hele hand in de graf doen. Er zijn 2 fucking soorten kaarten daarvan. Zoals je zei, like, Hand Destruction. En dan heb je Morphing Jar. En hier hebben we de Ronin. Dit is een samurai die voor zichzelf werkt. Eerlijk gezegd, de Morphing Jar is volgens mij een betere kaart. Oké. Okay. Weet je wat het is? Like Morphing Jar is, like, hij geeft je gelijk 5 kaarten. Het maakt niet uit hoeveel kaarten in je hand hebt, je krijgt 5 kaarten terug. Maar Hands of Destruction is, like, als je maar 1 kaart over hebt, krijg je maar 1 kaart terug. Morphing Jar is great. Dus... Ah, kijk, het is Broly, de legendary Super Saiyan. Nee. Dat is niet het ding met Broly. Er is een extra strategie om hem te verslaan, maar je bent, kom op, het is Boost Fury, dat is onnodig. Maar Broly kan in de lucht springen en probeert je dan te crushen. Wanneer hij dat doet, kun je naar die ene vierkant te gaan, dat je waarschijnlijk al hebt gezien. En als hij daarop springt, dan wordt hij gestunt door de lava. En dan kun je hem gewoon de hele tijd in elkaar slaan. Ja, maar dat kun je sowieso, dus wat is het lang wel hebben. Zo, is er nog iets anders dat Broly doet? Hij is Broly. Like zijn cool ass like energy aanval die hij normaal deed. Hij is Broly. Oh.
Hij probeert ook vliegen te slaan, want die vliegen zijn fucking irritant, jongens. Dat is fucking disappointing. Oh, hij reist het op het regel. Dus dit is het meest wat hij gaat doen. En ik dacht, weet je wat? En door het scherm te schudden, realiseerde ik me, hey, wacht, is het lava eronder? Dus hij kwam niet in staat. Maar je moet er wel meerdere keren erin lijkt erop laten landen. Ja, wat ik uitmaak, ik kan het best makkelijk in elkaar snijden. Hij geeft je meer een uitdaging dan elk andere baas tot nu toe, maar nog steeds. Auw. Gezicht dat je nooit had zou denken dat Polly zou hebben gemaakt. Alright. Princess Trunks. You like to be. How big is your power level? Mine is pretty big. Goku, get me off of this planet right now! En ik ga een exhibit van hem. Oh wel, dat was Broly. Zie je in de volgende part. Dat was een fucking disappointing gevecht. We terug gaan naar de Dragon Ball Z vechten, spelen met dat shit.